Zeer goedemorgen allemaal. Welkom hier op een gloednieuwe vlog. Dat is ook wel eens een mooie gloednieuwe vlog. Goedemorgen allemaal. Jawel. Mijn eerste taak als ik opsta, dat is natuurlijk mijn vlog uploaden. Ik heb nog juist naar de allerlaatste woensdagopdracht gekeken van Stuk TV. Stefan, Giel en Thomas, jullie zijn echt de makkers, man. Jullie hebben het toch wel weer al gedaan, hè. Afgelopen jaren... Ja, je hoort het goed. Afgelopen jaren hebben jullie echt heel mooie opdrachten gelanceerd op YouTube. En daar ben ik echt ook heel blij om. Ja. Hopelijk komt er wel nog iets heel moois in de plaats van die doe-opdrachten. Maar ja, en alles komt ooit eens een einde. En nu ook met die opdrachten van Stuk TV. En ik heb hier dan een ticketje van Carrefour. Ik moet hier nog eens wat opruimen op mijn bureau. Hoor het eens, dat ik allemaal aan het bijeengrapen ben. Yes. Een hele handvol. Dat is gewoon gaan weggooien, zodat dat Google Chrome aan het opstarten is. Ja, ik heb gisteren niet de goede opgeruimd. Voilà. Deze gaan we dan in de vuilbak gooien. Oei, oei, oei. Ik laat het weer opvallen. Dan moet ik het weer al oprapen. Voilà. Voilà. En dan is Google Chrome opgestart. En dan kan ik naar YouTube gaan en dan mijn vlog uploaden. En dan ga ik straks nog even gewoon mijn tanden poetsen en dan richting werken. En dit gaat er straks allemaal vanaf. Ja. Al mijn haar gaat er zelfs vanaf. Dat gaat mijn vader dan doen. Ja. Dus mijn vader gaat even mijn haar knippen. Dat het nu nog kan, dus dat we nu nog wel nog mogen afspreken. Maar het wordt wel echt heel streng, hè, buiten nu. Voor nog buiten te komen. Dus hou ook jullie aan jullie regels van COVID-19. Ja, ik heb het al over Stuk TV gehad, nu heb ik het over COVID. En zelfs dat ik nog mijn tanden ga poetsen. Amai, al op 3 minuten tijd. Nee, dus... Hou je ook aan de regels, hou je afstand van elkaar. 1,50 meter, dus een 1,5 meter afstand. En draag mondkapjes, echt waar. En voldoende je handen wassen en ontsmetten. Bij deze. En dat allemaal zoals wat ik allemaal aan het zeggen ben al. Goedemorgen. Tot straks, ik heb een klaar. En welkom bij de nieuwe Psycho! En wat vinden jullie daarvan? Toch veel beter, hè? Ah, ja, ik hoor het jullie ja zeggen, het is veel beter. Als het niet is, laat het in de reactie weten. Ik heb dus ook, het is nieuws, ik heb het ook al gelanceerd op mijn YouTube-kanaal van Castiop. Vandaag is er dus een zoekactie geweest dus in de Albert-kanaal, in Hasselt, Stokrooi. En het zoekactie heeft daar geen resultaten opgeleverd. Dus de zoekactie wordt gewoon verder gezet. Dan weten jullie dat. En voor de rest, wat heb ik vandaag weer gedaan op het werk? Karton in de container gegooid, gekapt. Kartonnetjes kapot gesneden. Noem maar op. Dat is ook vochtig weer. Dat is nooit leuk. Als het zo aan het regenen is.
Ik heb ook wat sandwichjes mee. Ah, fuck, dus naar Hasselt gaan. Juist. Ik ga nu, ik ga dat morgen doen. Dan ben ik hier al klaar. Morgen ga ik naar de postkantoor in Hasselt. En dan om 7 uur ga ik, ja, dus kwart voor 7 ga ik dus naar mijn schatje toe, Bea, om daar familie te kijken. Want het is echt niet meer leuk buiten om zo gezellig buiten dan naar familie te kijken, zo in de auto. Maar in de zomer gaat dat allemaal. De huis, begin huis gaat dat ook nog. Maar als je richting winter daartoe aan het gaan zijn, en dan begin lente, dat gaat dan ook nog niet. En dan ergens midden lente, tot weer al midden herfst, dan kun je weer al zo in een auto kijken. Maar dan hoogstwaarschijnlijk komt ze dan wel al bij mee. Dan weet je dat. Dus ik heb weer al gedaan met werken. Jullie zien mij ook in de sandwiches liggen. Ja, ik ga dus vandaag. Oh, jawel. Lekkere hotdogs eten. Hoe maak je dat? Ja, je koopt gewoon zo van die lange zwamworsten. En dan goed je met die vocht wat daar ook bij is in een pannetje. Dat laat je dan goed opwarmen tot dat pruttelt. En dan kun je dat zo lekker tussen. Dus dan snijd je je sandwich open, leg je die worstje daartussen. Lekker tomatenketchup of welke saus dat je ook graag eet. Doe je dat ook tussen je broodje. En dan maar lekker genieten. Alsjeblieft. Koken met Psycho binnen een minuut. Hey! Voilà, mijn kooksessie zit er al op. Dankjewel. Nee, ik heb nog altijd goede hoop hoor. Mensen met kastje op, dus die komt wel nog wel boven water. Komt wel boven water. Gewoon geduld hebben. Bij deze. Ik ga nu richting binnen toe. En dan ik ga even nu ook rusten. Nu kan ik eens even een rustmoment inlassen. En dan ga ik gauw iets eten. En dan richting mijn schatje toe gaan. En ik ga sowieso hier nog, dus in mijn vlog nu nog steken. Dus ook nog een keer, dus de afbeelding. Ik ga gewoon eens rond de auto voor dat eens te laten zien. Die afbeelding wat op mijn auto hangt van Kastie. Je ziet, hier hangt hem nog altijd perfect uit op mijn wagen. Niet alleen hier, maar ook hier. En ook nog altijd hier. Dus het is aan beide kanten zichtbaar. Dus aan die kant, dus als er iemand aan die kant staat met mijn wagen, is dat zichtbaar. Als hier dan iemand staat, zo, richting die kant, ziet hij ook deze affiche. En als er bijvoorbeeld iemand achter mij staat, ziet hij die affiche. Toch goed gedaan, hè mensen? Dus hopelijk komt hem rap terug. Hier is naar onze kastie op. Dus als je iets hebt gezien, bel 116-000, oftewel naar de nummer 0800-30-300. Jullie hebben de beschrijving al genoeg gehoord nu op YouTube. Dus ik hoop dat deze heel snel terecht komt. En nu ga ik heel snel nog eerst naar mijn brievenbus toe. Het regent, de pannetjes worden nat. Er kwamen twee boerinnetjes aan, die vielen op zijn gat. Klets, nat. Ja, heel leuk. Kan ik nog zelfs toch gaan bellen naar de ETIAS. Ja, jullie papier is helemaal doorweekt. Ik kan niks meer lezen. Geweldig. Dus ik kan geen betaling uitvoeren naar ETIAS. Of wat dat ook is. Sommige postbodes zijn toch niet slim. Bij deze. Ik heb ook nog het laatste fragment. Ik ga even wat uitleg geven omtrent de Discord gebeuren, want ze zeggen, ja, maak daar een filmpje over, ja, maak daar een filmpje over. Als ik voor iedereen
elke persoon die vermist is, ik vind het, oh ja, zo erg. Ik vind het ook echt heel erg dat die mensen zijn vermist. Dat mag eigenlijk niet gebeuren, maar het gebeurt toch. Ik vind dat heel erg. Maar waarom dat ik daar niet begin over te vloggen, is omwille van dat, ja, ik wil dat niet. Ik voel me veel feller aangetrokken naar Castiop. Castiop is ook een YouTuber. Dezelfde passie die hij deelt, dus hij maakt ook filmpjes. En ja, daar heeft mij dan zo fel aangetrokken naar Castiop toe. Voor hem ook in de kijker te zetten via mijn kanaal. En ja, dus wil ik ook het laatste nieuws en al. Als ik iets meer weet, dan zie ik dat ook direct ook op mijn kanaal. En daarom dat ik ga dat niet doen voor elke vermiste persoon. Dan moet ik binnenkort meer dan 100 filmpjes gaan maken. En dat wil ik ook niet. Plus dan moet ik ook nog daarmee ook op de hoogte mee gebracht worden. Dus ik moet daar ook nog toestemming voor hebben. Citra, citra, citra. Maar omwille van dat iedereen het deed. En het is onrustwekkend. En het, hij maakt ook video's. Dan voel ik mij verplicht om zo'n video te maken over, ja, Castiop. Dus ja, en de nieuwe informatie waar ik, het laatste informatie wat ik weet, is er vandaag een zoekactie geweest. Dus dat is dan gisteren gebeurd. Een zoekactie geweest in de Albertkanaal. En tot heden hebben ze daar geen resultaten gevonden. Of geen spoor naar Castiop toe. Dat betekent dat dat eigenlijk goed nieuws is. Dus dan hopen we nog altijd verder dat Castiop nog altijd aan het leven is. Maar stel dat hij nu in het kanaal was terechtgekomen. Ja, vrijdag vermist. En nu vandaag pas beginnen te zoeken in het kanaal. Ja, dan is het ook al te laat. Dan zich verdronken. En per geluk... Burgerlijk is dat niet gebeurd. Maar let goed op naar Castiop toe. Daarom dat ik dat ook doe. Dat het iemand die ook dezelfde hobby heeft. Ja, hobby. Het is eigenlijk meer zijn werk geworden. En daarbij. Dus ik ga dat niet beginnen te doen van elke persoon. Want ik moet er dan ook weer al toestemming van hebben van de politie. Als ik het mag verspreiden. De boodschap. En ja. En Castiop is een van Hassel. Dat is een ook die heel dicht bij mijn thuis ook woont. Dat is gewoon een buurgemeente. En ja, dus... Dus kort bij, ik zal het zo zeggen. Maar, oké, we ronden nu af daarover bij deze. Ik ben nu ook veilig en wel terug thuis aangekomen. Jawel, ik pak mijn USB-kabeltje mee. Het was weer al heel leuk bij mijn schatje Bea. Morgen ga ik dus nog richting de postkantoor, want ik heb daar blijkbaar een aangetekende brief liggen. Dat is dus ook weer al niet goed. Dus ik ga morgen weer al redelijk wat moeten gaan rondbellen. En hopen dat alles goed komt. Ik ga jullie laten. Ik ben moe. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online is gekomen in uw applicaties van boven. En als je gewoon geabonneerd bent, ja, dan verschijn ik gewoon op, misschien op de voorpagina. Oftewel in jullie zijbalk waar jullie al uw abonnees staan. Dus ik wens iedereen nog een leuke en een prettige dag toe. Ik weet niet wanneer dat jullie deze video kijken. Dus dan wens ik jullie nog een prettige dag toe, een prettige weekend toe. Want als deze vlog online komt, begint ook het weekend. Dus iedereen, geniet maar van het weekend. Houd alsjeblieft ook veilig.
Gebruik ook mondmaskers als je naar buiten gaat. En hou ook voldoende afstand. Dankjewel. En tot morgen. Joe.